En we gaan over naar Aniek Adriaans, die is het geworden vandaag. Ja, ja, ja. Gezonder leven, dat doen we altijd met de tips van Aniek. Aniek, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Ik heb me wel eens afgevraagd, waarom is nou een tomaat rood? Een paprika geel, rood en groen. Een komkommer groen of een appel rood of zo. En jij hebt volgens mij daar het antwoord op. Er is daadwerkelijk echt een betekenis voor de kleur van fruit, hè? En groenten. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nou, vertel. Wat is het? Ja, nou, moeder natuur die is heel erg slim. Die heeft alle groenten en fruitsoorten een bepaalde kleur gegeven. Want hoe feller de kleur, hoe aantrekkelijker het is. Dus als je een bord vol kleuren hebt, dat wekt eetlust op. Dus dat nodigt uit tot eten. En hoe meer van deze verschillende kleuren je eet, blijkt hoe meer gezonde stofjes je binnenkrijgt. En hoe dat werkt, dat komt omdat groenten en fruit die danken hun kleur aan bepaalde voedingsstoffen in het gewas. Dus groenten en fruit die hebben allemaal fytonutriënten. En fyto staat voor plantaardig en nutriënten staat voor voedingsstoffen. Dus plantaardige voedingsstoffen. Mm-hmm. En enkele wat voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld lycopene, beta-carotene, resveratrol, quercetine. Dit zijn stoffen die dus zorgen dat de plant rood is of oranje is of groen is of wat voor kleur dan ook. En er is steeds meer onderzoek naar deze stofjes in groente en fruit. En wat blijkt nou? Deze stoffen die werken beschermend voor de plant. Het is het overlevingsmechanisme voor het groente en fruit om zichzelf te beschermen tegen bijvoorbeeld UV-straling. Of dat ze in overmaat opgegeten worden. Of tegen ziektes. En er zijn nu al meer dan 8000 van deze stoffen bekend. En ze zijn niet essentieel bevonden, zoals vitamine en mineralen. Moet je een bepaald aantal microgrammen of milligrammen per dag van binnenkrijgen. Nou, dat is voor deze stoffen niet vastgesteld. Maar er wordt steeds meer duidelijk over de gezondheidsvoordelen voor de mens ook. Want het beschermt niet alleen de plant, maar het blijkt ook voor mensen heel erg voordelig te kunnen werken. Ze kunnen bijvoorbeeld beschermen tegen hart- en vaatziekten, kanker, beroertes, diabetes. Dus aan de ene kant beschermen ze ons. En aan de andere kant kunnen ze ook bijdragen aan bijvoorbeeld gewichtsverlies of een betere weerstand. Sportprestaties verbeteren, je bloeddruk gezond houden. En dus het helpt als je meer van dit soort stoffen eet. En maar ik denk dat het wel leuk is. Is er dan een bepaalde kleur die het beste werkt? Zeg maar, de rode is weer beter dan de gele en de gele is weer beter dan de groene of zo. Is daar een rangorde in? Ja, maar dat is wel een leuke vraag. Want het gaat naar mijn mening nooit om één stof. En dat is net als dat je niet wil blind staren op één vitamine. Bijvoorbeeld vitamine B11 of B12 of vitamine D of mineraal magnesium. Je hebt al die stoffen nodig. En ze werken allemaal aanvullend op elkaar. Ze werken in synergie. Dus de een houdt de ander in balans. En de ander zorgt dat de ander weer gerecycled kan worden. Dus het gaat altijd om het hele pakket. Mm-hmm. En we kunnen wel even kijken naar de werking van de verschillende kleuren van groenten en fruit. Bijvoorbeeld rood. Ja. Nou, dan hebben we het over tomaten of watermeloen of rode peper. Het blijkt dat rode voedingsmiddelen rijk zijn aan het stofje lycopene. En lycopene is een antioxidant, wat betekent dat het ons lichaam beschermt. En uit onderzoek blijkt dat het een beschermende werking heeft tegen onder andere hart- en vaatziekten, tegen UV-straling en infecties. En lycopene helpt ook je huid mooi te houden. Dus ja, als je bijvoorbeeld een goede stralende huid wil hebben, dan helpt het als je meer van dit soort rode dingen eet of als je hart en vaten gezond wil houden. Nou, zorg ervoor dat je in ieder geval voldoende tomaten eet. En het blijkt ook als je tomaten verwarmt, dat deze stof beter opneembaar is. Net als dat als je een beetje vet toevoegt, bijvoorbeeld tomaat met olijfolie is gezonder dan zonder, omdat de bron van vet zorgt dat de lycopene beter opneembaar is. Oh. Nou, dit zijn allemaal van die van die leuke weetjes. Maar het is wel een beetje verwarrend, Aniek. Sorry dat ik je interrompeer. Wat bepaalde groentes natuurlijk, als je die kookt en te lang kookt, dan gaat het ten koste van de vitamine. En met tomaten moet je juist weer koken. Wil je dus nog beter een beetje verwarmen of koken? Ja, dat is ook nog een verschil, ja. Ja,
ja, dat is zeker een verschil. Zo zien we dat het eigenlijk nooit zwart-wit is. Je hebt het allebei nodig. Sommige stoffen die blijven beter behouden als je het rauw eet, zoals vitamine C. Vitamine C gaat heel snel verloren als je iets verhit. Alleen als we kijken naar bijvoorbeeld lycopene, wordt weer beter opneembaar, beter toegankelijk, beter bruikbaar voor je lichaam als je het even warm maakt. En datzelfde is met beta-carotene. Bij de oranje voedingsmiddelen, zoals wortelen of zoete aardappel, blijkt ook dat het beter opneembaar is als je het verwarmt. Dus gekookte worteltjes kan je beter toegang krijgen tot dat antioxidant, wat beta-carotene ook is, dan als je het rauw eet. Dus het is eigenlijk nooit zwart-wit. Daarom wil je altijd een combinatie eten van rauwe groenten, gekocht en gekookte groenten of verwarmd. Maar nooit te lang doorkoken, want dat is eigenlijk nooit goed. Want daar doe je een heleboel goede stoffen mee. En het moet eigenlijk op je bord een mooi palet rijk aan kleuren zijn. Ja, zeker. Ja, want als we kijken naar beta-carotene, dat is een voorloperstofje van vitamine A. En vitamine A is onmisbaar voor een goede werking van je immuunsysteem. Nou, we weten allemaal vaak wel dat het goed is ook voor je ogen. Maar ook weer voor een goede huid. Dus het eten van meer wortels, pompoen, kantelloepmeloen, zoete aardappel. Dat is daarin weer een heel goed idee. Dus dan heb je de rode en de oranje, groente en fruit. En we hebben natuurlijk ook nog groen. En dat heeft weer zijn eigen paletje aan goede stoffen. Want het blijkt de stoffen die daarin zitten, die werken weer heel goed op de ontgifting van je lever en van je nieren. En die ondersteunen je weerstand. En hoe zit het dan met paprika's? Want die heb je natuurlijk ook in rood, geel, groen. Ja, precies. En dan zit er, mensen vragen wel eens, welke vind je het lekkers? Nou, ik proef eerlijk gezegd heel weinig verschil tussen die drie. Verschil, ja, proef je dat? Ja, dat wel. Ik vind de groene niet zo lekker. Nee? Meestal bij de gele, die is wat zoeter. Is dat zo? Althans voor mijn gevoel. Ja, de rode is eigenlijk het zoetst. Daarna de gele en daarna de groene. Ja. En, maar er zit zeker verschil in de samenstelling van voedingsstoffen. Zoals de rode, die is heel erg rijk aan vitamine C. Dat is een van de hoogste bronnen van vitamine C gehalte. Ja. En als we kijken naar die gele, daar zit weer een stofje in, zeaxanthine. En dat is ontzettend goed voor het beschermen van je ogen tegen bijvoorbeeld achteruitgang van je zicht. En bescherming tegen staren en dat soort dingen. Oh. Dus die kleuren die geven echt weer een verschillende werking. En als je dan kijkt, van, nou, moet ik nou echt een studie voedingsleer gaan doen om de juiste keuzes te maken en de juiste kleuren te kiezen? Nou, ik denk dat het eigenlijk niet het geval is. En dat je daarin een handige stelregel kunt hanteren. En dat is als je in de supermarkt loopt, hoe feller en hoe intenser gekleurd het gewas is, het groente en fruit is, hoe meer van deze gezonde stofjes het bevat. Dus een beetje ter illustratie, je kiest liever voor eikenbladsla dan ijsbergsla. Ja. En blauwe bessen bevatten meer gezonde stoffen dan witte druiven. En aubergine is heel erg rijk aan goede stoffen, omdat die zo donker gekleurd is. En als je ervoor zorgt dat je elke dag in ieder geval 3 tot 5 verschillende kleuren groente en fruit eet, nou, daar moet je best wel aan kunnen komen, dan zit je eigenlijk wel echt goed. En dan krijg je genoeg verschillende soorten voedingsstoffen binnen die allemaal beschermend werken, met elkaar samenwerken en echt wel bijdragen aan een betere gezondheid.